plek waar veel coronapatiënten als eerste aankloppen. De spoedeisende hulp en de huisarts. En er blijft continu ook een gevecht tussen van ja, ik wil mezelf ook beschermen voor mezelf, voor mijn gezin. Aan de andere kant wil ik ook, ja, ik ben huisarts, dus ik moet naar de linie toe. En je het ook ja, misschien maar gewoon moet ondergaan en het moet accepteren. Toen op een zaterdagavond, of nacht, belde ze en ik hoorde het al. Dokter, het gaat niet. Ik ben er naartoe gegaan, weer in pak. En het was duidelijk, overduidelijk. Ze was gezakt met het zuurstofgehalte en moest opgenomen worden. Toen hij aangekondigd werd door de ambulance, toen maakte ik me al zorgen, want deze man die heeft maar één long. Beneden in de gang aankomend wapperde ze een beetje een zwaai naar haar man die op afstand stond te kijken. En dat was achteraf het laatste contact wat ze hebben gehad. Ja, dan weet je, als je corona krijgt in die ene long, ja, dan is dat toch wel een hele lastige strijd. Kunnen hem eigenlijk dan niks meer bidden. Het heeft me enorm aangegrepen, ook het idee dat ik eigenlijk de laatste ben geweest in haar directe omgeving die haar leven heeft gezien. Is dat best wel vaak emotie bij jou, Angela? Hè? Als ik keek naar de vlogs die jij maakte. Ja. Je bent huisarts in Sint-Oederode. Angela van Uden. Oederode, Sint-Oederode ligt ook dicht bij Uden. Ja. Ja. Achteraf gezien heb jij misschien wel de eerste patiënt in Nederland gezien en gesproken die corona had. Want je sprak met iemand die koorts had en die terugkwam van een zakenreis uit Wuhan. Hè? Ja. Laten we even luisteren naar die vlog. Ik heb aangebeld en de man deed open, maakte geen zieke indruk, had wel koorts. Uiteindelijk heeft de GGD de casus overgenomen en met deze man overlegd en in alle wijsheid besloten om deze man niet te testen op dat moment. Hij voldeed niet aan de criteria. En dat was eind januari? Ja, dat was 31 januari. Ja. Ja. Wat was het moment dat jij jouw eerste patiënt ontmoette van wie je wel zeker wist dat hij corona had? Dat was op 12 maart. Op 12 maart, ja, daar zit dus nog even tussen. Ja. En hoe reageerde je toen eigenlijk? Dat was een oudere vrouw die 's ochtends gevonden was door de thuiszorg op de keukenvloer. En die was de ambulance gebeld naar het ziekenhuis. En die is een aantal uren later weer teruggekeerd naar huis. En toen belde de familie dat het niet goed met haar ging. Maar ik wist alleen dat ze naar het ziekenhuis was gegaan, teruggekomen. Ik wist verder helemaal van niks. Dus ik ben daar in mijn gewone klofje naartoe gegaan. Achterom, zoals ik daar altijd binnenkom. En daar zat ze, of ze hing eigenlijk meer in een stoel, met de familie eromheen. En toen nog had ik het niet door. Ik heb mijn werk gedaan als huisarts. Ik heb haar beoordeeld en ik heb beleid gemaakt. En ik heb ontzettend dicht bij haar gehangen. Want ze was wat weggezakt. Ze was niet goed aanspreekbaar. Dus ik heb echt letterlijk bij haar hoofd gehangen. En later, toen heb ik wat beleid gemaakt en met de thuiszorgorganisatie overlegd. En toen later kreeg ik te horen dat ze dus in het ziekenhuis getest was. Maar ze had, en dat zag je vaker en later veel vaker, dat oudere mensen gewoon helemaal niet die klassieke symptomen hadden. Dat had zij ook niet. Dus ik had ook niet op dat moment maar enig idee van, god, dit is een corona. En het was er ook nog niet. We waren nog heel erg naïef. Ja, maar jij had dus ook nog niets bij je waarmee je jezelf kon beschermen. Nee, ik had ook niks, als ik heel eerlijk ben. Op dat moment, we hebben nog eens teruggekeken. We hadden in de praktijk één kapje. Ja. Dat hadden we nog over van de Mexicaanse griep, denk ik. Ja, ja. En we hadden wat plastic van die schorten, van die slagerschorten. Maar hoe ging je aan het werk dan? Nou, ik heb nadat ik heb gehoord dat zij corona had, wat ik echt emotioneel vond, van jeetje, het is er nu ineens. Ja, toen ben ik naar de bouwmarkt gegaan en ik heb alle pakken opgekocht die er waren. Ik heb vuurwerkbrillen gekocht. Nou, handschoenen hadden we. En we hadden dus verder helemaal geen kapjes. Maar wij zijn gezegend met een dorp met een hoop boeren en bouwvakkers. En die hebben uiteindelijk, daar teren wij nu nog op. Wij hebben allemaal pakken gekregen. We hebben kapjes gekregen die bouwvakkers gebruiken. Ik heb zelf, ja, ook wel hilarisch, heb ik naar de plaatselijke slager gebeld. Van, heb jij niet van die haarnetjes? Want het is een traiteur en die heb jij niet van die haarnetjes? Nou, die kregen, per omgaande kwam je die brengen. Dus die hadden we op. En nou ja, en ik had van die schilderspakken die heel fragiel zijn met zo'n rits die dan kapot gaat. Dus we hadden bij het stapeltje van het alle materiaal hadden we ook een rol duct tape. Want ja, dat moest dan weer met duct tape dicht.
Zo deden we het. En zo doen we het eigenlijk nog, want er is niks anders gekomen. Jonkon, jij bent de huisarts in Amsterdam. Hoe beschermde jij je? Ja, ik denk dat echt het grote verschil is dat wij natuurlijk iets meer tijd eigenlijk hadden. Of tenminste dat denken dat we dat hadden. En dat is achteraf ook wel gebleken. Ja, maar jullie zagen het gebeuren in de brandhaarden. Ja, we zagen het gebeuren en het RIVM zag het gebeuren. Dus dan gaat er natuurlijk iets rollen in Nederland. En dus wij hadden iets meer tijd om alles aan te schaffen eigenlijk. Hè. Er was al heel snel een tekort aan maskers. Maar ook in Amsterdam, ondanks dat we niet zoveel boeren en bouwbedrijven hebben, kwamen wel heel veel lieve patiënten ook die maskers brengen. Ja. Ook die FFP2-maskers bijvoorbeeld. Ja. En heel veel tandartsen ook. Ja, wij hadden dus wel wat liggen. Alleen is het lastige wel dat bijvoorbeeld de eerste patiënt waar een collega van mij naartoe ging, die eigenlijk met hele andere klachten zich presenteerde, werd uiteindelijk ook in het ziekenhuis getest en had het ook. En waren we ook zonder bescherming naartoe gegaan. Ja. Dus ja, dat is kan je er niet helemaal op voorbereiden. Nee, dus je hebt het dan wel. En dat hadden we ook, maar dan gebruik je het niet. Hadden jullie ook contact met elkaar? Belde jij met je collega's in Brabant? Ik heb uiteindelijk wel een keer, van mijn opleidingsgroep is één iemand verhuisd naar Eindhoven, geloof ik. En die had ik opeens in de loop van de crisis, toen ik dus een keer op tv was geweest, appte zij mij van, hey, ik zag je wat leuk. En zij zat in Eindhoven en heb ik ook wel gevraagd van, hoe is het daar inderdaad in hemelsnaam? Want ik was wel benieuwd. Mm-hmm. Maar voor de rest niet veel contact gehad eigenlijk direct. Ja, ik begreep ook dat jij hebt overwogen om je bewust te laten besmetten. Waarom was dat? Ja, in het begin, wat ik ook een beetje zeg in die eerste vlog, dan ben je toch een soort combinatie van angst en onzekerheid. En ja, ik dacht eigenlijk, mijn tante, die ook huisarts is, werd positief getest op COVID. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, hoe, een beetje heel simpel gezegd, hoe fijn zou het zijn als ik het gewoon heb gehad en heb. Dacht ik even één avond lang. om dan maar gewoon de monster in de bek te kijken, zou ik maar zeggen. En gewoon weten van nou, dan ben ik er vanaf. Dat is nog steeds de vraag overigens. Maar goed, dan heb je het gehad. Maar na een nacht slapen dacht ik van, nou ja, dat is niet zo. Kijk, als ik dan op de IC beland, kan ik mezelf nooit meer in de spiegel aankijken en denken van, nou, dat was een hele domme keus. Ik vond niet zo goed voor mijn karma om het te doen. Heb je een monster in de bek gekeken? Uiteindelijk? In bescherming altijd, uiteindelijk. Ja, Gor, dat kunnen we van jou ook zeggen. Jij bent, je hebt toch wel een zekere mate van bekendheid gekregen door frontberichten. Je hebt ook een aantal malen bij ons hier aan tafel gezeten om verhalen te doen over wat je allemaal tegenkwam in je werk. Je hebt er zelfs een boek over geschreven. Dit is net uit vandaag, hè, denk ik, of morgen. Waar de verhalen van de frontlinie, dat zijn de verhalen die jij hier verteld, die je in het programma hebt verteld. Je hebt het belangrijk gevonden om de communicator te zijn. Hè? Om de man te zijn die het verhaal vertelt ook. Ja, en eigenlijk is het geniaal, zeg maar, wat u dan hebt bedacht en gezien. Omdat er heel veel behoefte is aan de verhalen van de patiënten en van de zorgverleners. En ik krijg zo ontzettend veel vragen en reacties op de coronaverhalen. Dus ik dacht, ja, coronaverhalen, dat moet verder verteld worden. En coronaverhalen.eu is dan snel bedacht. En een boek eraan, omdat ik al vaker schrijf. Ik schrijf al 4 jaar boeken. En dit moet doorverteld worden. Voor mij een manier om het te verwerken ook. Want als ik naar huis ging, dacht ik echt, nu ook hoor, als ik deze beelden zie, dan denk ik, wat hebben we veel meegemaakt met elkaar. Ja. Het is gewoon heel heftig geweest. En ik wilde dat zo graag opschrijven voor het grote publiek. En dus ja, ik vond het belangrijk, maar ook om mijn collega's te eren, echt te laten zien wat veel mensen niet zien. Namelijk de strijd achter de gesloten deuren. Ja. We hebben daar natuurlijk iets van meegekregen door het programma en de verhalen. Eén daarvan was bijvoorbeeld de triage tent. Het komt echt buiten te staan. Dit is de ingang van onze triagetent. Ik ben nu volledig omgekleed in de beschermende kleding. Ik sta dus ook op een besmet gebied als het ware. En de stroom patiënten blijft maar komen. We zien nog steeds veel zieke mensen. En op een gegeven moment ging ik naast een man staan. Ik stelde me voor, ik zei dat ik een van de spoedeisende hulpartsen ben en dat we goed voor hem gingen zorgen. En ik vroeg of hij bang was. En toen begon hij te huilen. En echt een volwassen man van jaar of 50 die zo hard aan het huilen is. Dat raakt je toch. Ja, laten we een klein stukje teruggaan, Gor. Vlak na de eerste persconferentie van premier Rutte zijn jullie bij elkaar gekomen, hè? Het spoedeisende hulpclub. Ja. Wat is daar besproken? Nou, we hadden een vakgroepoverleg, zoals dat heet, met alle spoedeisende hulpartsen en medisch hoofd, een van de SC-artsen die dan zich bezig ging houden met de opschaling, ging ons bijpraten van wat er gaat gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, dat is misschien wel een van de impactrijkste momenten geweest voor mij. Omdat ik daar aan tafel zat met allemaal collega's. Tussen hoop en wanhoop. Hè. Je weet niet wat er komt. En toen ik zag de maatregelen die getroffen werden,
En ik ben niet zo gauw bezorgd of bang, maar ik werd echt bijna, ja, misselijk klinkt een beetje raar, maar ik werd er echt letterlijk ziek van. Waarom? Omdat we ons gingen voorbereiden op een scenario waarbij je bijna oorlogstriage moet gaan toepassen. Dat betekent dat ik straks in die tent moet gaan zeggen, ja, sorry, maar voor u geen behandeling, voor u wel. En dat is natuurlijk, dat wil je nooit meemaken als dokter. En dat was, ja, dat was heftig. Dat was heel heftig. Cindy Gommans, IC-verpleegkundige. Herkent u iets van wat Gore zegt, dat het opeens zo verschrikkelijk op je afkomt? Ja, zeker. Vooral in, ja, die beginperiode, die blijf je ontzettend bij. Want dan komen die patiënten, in één keer wordt er aangekondigd. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, kom binnen, pratend nog wel. Maar dan blijkt er van, hey, zuurstofgehalte veel te laag. Dus dat beademingsbuisje moet erin, aan de beademing. En dan zijn ze gelijk ontzettend ziek. En dat duurt dan, ja, ontzettend lang. En dat gaat dagen, weken door, die aanwas. Ja, je hebt het idee van, ik ben hier bijna in een fabriek bezig. Ja. Ja. Ook viel het jou ook eigenlijk als programmamaker? Want het overviel ons allemaal natuurlijk. Maar jij ziet natuurlijk ook opeens dat er van alles op je afkomt. Op ons afkomt. Ja, na de uitzending was het gewoon de nieuwe vlogs bekijken. En ja, dat was heel heftig. Gore, die zei het al. Sommige vlogs kwamen enorm binnen. Ik kreeg soms kippenvel van. Ja. Van ja, en het gekke is dat er was ook een parallele wereld waarin gewoon, ja, zeker de vitalen en zij die zich onsterfelijk waren, die gingen gewoon lekker door. Dus ja, in Brabant was iets aan de hand. En op een of andere manier zat er een muur omheen. En zoveel kregen we er niet van te horen. Nee. Maar wij wisten wel van die vlog dat er van alles aan de hand was. Ja, jij woont in Amsterdam, Jonkan, hè? Ik ook. Hier leek het toch alsof het een beetje aan ons voorbij ging als je naar de parken keek, wie er allemaal daar, hoe de feest werd gevierd. Ja, ben ik het toch niet mee eens, denk ik, vrees ik. Nee, ik vond wel heel opvallend, bijvoorbeeld als ik 's ochtends naar het werk ging, dat ik echt de enige was bij elk stoplicht waar ik stond. En dat is normaal echt niet zo. Ik denk wel inderdaad in de loop van de dag, als dan, ja, de mensen die allemaal thuis werkten ook even een uitje wilden, de park ingingen, ja, daar was het dan wel drukker. Maar ik vind wel dat ik toch ook wel, ja, dit soort plaatjes, dat ken ik inderdaad wel. Maar ja, ik heb toch ook wel ergens een soort ook wel waardering voor Amsterdam. Met de alle factoren die hier zijn. Met veel op één kluitje, zou ik maar zeggen. Weinig openbare ruimte. Dat we toch wel ons maximale best hebben gedaan, denk ik. Het is ons in zekere zin natuurlijk ook, als je kijkt naar de cijfers van vandaag, gisteren, ja, de afgelopen weken, gelukt met elkaar. Ja, 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 min of, ja, ja, gewoon ja. Ja. Angela? Nou, het is wel gelukt, maar we zijn er nog niet, hè? Nee. Echt nog niet. Ik heb toevallig gisteren een collega die dienst had gehad in Udeweer. Ja, die waarschuwde echt op de groepsapp van, ik heb weer een aantal mensen gezien die echt verdenking hebben heeft van COVID. Dus ja, dat... Hoe heeft dit jouw werk veranderd? Blijvend. Ja, op meerdere fronten, denk ik. Ik ben er, denk ik, toch als mens ook wel wat anders van geworden. Of als huisarts. Mm-hmm. Ik denk dat ik me veel bewuster ben dat mijn ervaring en mijn expertise alleen niet voldoende is. Hè, en dat wist ik natuurlijk wel. Dat je ook als mens, als huisarts, je mens meeneemt. Door deze tijd zijn we de routine hebben we los moeten laten. We zijn uit onze comfortzone gekomen. En daardoor ben je veel kwetsbaarder. En dat dwingt je om bij jezelf heel erg te blijven. Heel erg bij jezelf, bij je eigen gevoel, bij je eigen intuïtie. En dat verrijkt je wel op een of andere manier. En dat maakt het ook wel weer mooier. Zit er ook iets van ongemak bij jou als je zegt van, ja, weet je, het was natuurlijk fantastisch dat zo'n kleine gemeenschap ervoor zorgde, de schilder en de bouwvakker en wie dan ook, dat ik beschermd aan het werk kon, maar het is eigenlijk niet veranderd. Dat lijkt mij toch best raar. Ja, dat is ook, dat is wel een puntje van kritiek, ja. Dat wij nog steeds zelf zorgen voor onze beschermende middelen. Er is gewoon te weinig. Er is te weinig naar onze kant gekomen. Jonkan, bij jou ook? Nee, wij hebben voldoende gehad, denk ik. Vanuit hoger af in Amsterdam geregeld, ook geredistribueerd, zou ik maar zeggen. En altijd wel genoeg geweest. Soms wel krap, maar wel genoeg. Ah. Ja. Ik denk wel aanvullend op jou, vind ik wel heel bijzonder. Wat het denk ik vooral heeft gebracht, is dat het is heel individueel huisarts zijn. Hè. Je zit in je eentje tegenover één iemand, soms twee. Maar nu ben je ook steeds veel meer bewust van het populatieniveau, zou ik maar zeggen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele wezenlijke toevoeging. Ja.
Er zijn ook plekken waar mensen niet altijd ziek werden, maar waar patiënten toch slachtoffer werden.